autowereld verandert in een sneltreinvaart van auto's die op fossiele brandstof draaiden naar elektrische auto's. Ruud, die transitie naar e-mobility die heeft geleid tot een keurmerk. Ja, correct. Edge Mobility is een keurmerk van autobedrijven, zodat klanten weten waar ze terecht kunnen bij de expert in elektrisch rijden als ze willen overstappen naar een elektrische auto. Ja, dus Edge Mobility is voor klanten, voor consumenten, maar ook voor autobedrijven. Zeker. Autobedrijven ondersteunen we met trainingen, met helpdesk, met support, met originele diagnoseapparatuur waar nodig. En voor klanten weten zij waar ze terecht kunnen bij de specialist over onderhoud, reparaties, laadpalen, laadpasjes, het laden. Alle vragen kunnen ze terecht bij de expert in elektrisch rijden, Edge Mobility Partners. Steeds meer nieuw verkochte auto's in Nederland is een elektrische auto. En dat betekent automatisch dat steeds meer gebruikte auto's ook elektrisch zijn. Maar waar let je nou op bij de aanschaf van zo'n gebruikte elektrische auto? Hoe staat het met de accu? En misschien is het wel je allereerste elektrische auto. Dus wat komt er bij kijken? Ja, bij het kopen van een elektrische auto zijn sommige dingen belangrijk. Onder andere het laden van een auto. Wil men dat thuis doen? Heeft men dan een normale lader nodig? Moet men de stroom eventueel verrekenen voor de werkgever? Willen ze snel laden? Wat zijn de kosten daarvan? Het aanschaffen van een laadpaal, punt. Maar ook bijvoorbeeld het snel laden. Wat zijn de kosten per kilowattuur en daarmee ook de kosten per kilometer? Dat zijn belangrijke zaken. En Edge Mobility adviseert daarin? Ja, alle Edge Mobility partners adviseren de klanten bij het eventueel aanschaffen van een laadpaal, maar kunnen dit ook voor de klanten verzorgen, eventueel ook met een laadpas. Een gebruikte elektrische auto, die heeft een accu die ook gebruikt is. Wat doen jullie daarmee? Ja, het batterijenpakket is natuurlijk aan veroudering onderhevig. En heel belangrijk bij een gebruikte auto is om de status daarvan te bepalen. Dus wij maken een Battery State of Health Report. Eigenlijk is dat de batterijstatus op dat moment. Edge Mobility ontzorgt feitelijk autobedrijven die gebruikte elektrische auto's aanbieden en creëren zekerheid bij de consument. Absoluut. Heel belangrijk voor de consument dat zij prettig in een elektrische auto gaan rijden en geen onverwachte kosten krijgen in de korte termijn. Een elektrische auto heeft heel ander onderhoud nodig dan bijvoorbeeld een auto op benzine of diesel. Simpelweg omdat er nauwelijks draaiende onderdelen in zitten. Rob, als je zo in het binnenste van een elektrische auto kijkt, dan zie je meteen dat het anders is. Absoluut. Het is wat compacter. Het lijkt kleiner, maar er zijn veel minder bewegende onderdelen. En ja, nou goed, er is een compleet andere auto eigenlijk aan het ontstaan. Maar service is natuurlijk gewoon noodzakelijk, hè? Absoluut. We hebben nog steeds bewegende delen bij de remmen, in de auto, alle mechanische onderdelen zijn hetzelfde gebleven. En de airconditioning? Nou, het is natuurlijk heel belangrijk voor de inzittenden om fijne temperatuur in de auto te hebben. Maar het is nog veel belangrijker voor het accupakket om de juiste temperatuur te hebben op het moment dat je de accu gaat laden of ontladen. Op het moment dat die de juiste temperatuur heeft, zal die het langste meegaan. Dat betekent, 's winters moet die verwarmd worden en 's zomers moet die gekoeld worden. En daardoor krijg je een optimale gebruiksduur en lange levensduur van de accu. Ja, en als we dan even kijken naar de remmen, bij een gewone auto remt de auto op alle vier de wielen, bij een elektrische auto remt die deels op de elektromotor. Ja, ja, de energie wat gebruikt wordt om de auto tot stilstand te brengen, wordt weer opgeslagen in de accu. En nou goed, daardoor ben je daadwerkelijk de mechanische rem wat minder nodig. Maar op het moment dat je hem nodig bent, moet die wel goed functioneren. Dus daarom is onderhoud daaraan nog steeds erg belangrijk. Ja. En wat doet Edge Mobility in de zin van trainingen? Want de mannen die jij aan het werk hebt, die werken op een andere wijze. Ja, klopt. Het is heel belangrijk dat onze monteurs goed geschoold zijn en begrijpen waar ze mee bezig zijn. Een auto is heel complex. Het is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei factoren bij elkaar. En Edge Mobility helpt ons daarbij met ondersteuning van hoe dat we het onderhoud uit moeten voeren. Daar zijn vaak voorschriften voor. Maar goed, ook als er een storing is, kunnen we met Edge Mobility online met elkaar in de auto kijken om het probleem op te lossen. Het is veel meer digitaal dan ja, een mechanisch handwerk, hè? Klopt. Soms kun je gewoon met schone handen aan de auto werken om hem weer juist op de weg te krijgen. Maar goed, het is nog steeds heel belangrijk dat je goed nadenkt en dat je zorgt dat die auto weer veilig de weg op kan. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste.
In een elektrische auto is de accu het allerbelangrijkste onderdeel. Maar we kennen het wel, hè, van de mobiele telefoon. Als je die een poosje hebt, dan merk je dat de batterij wat minder sterk wordt. Hoe zit dat nou bij de aanschaf van een gebruikte elektrische auto? Edge Mobility heeft het State of Health rapport hiervoor gemaakt. Ja, de State of Health is de Engelse benaming voor de batterijstatus. En de batterijstatus is bij een elektrische auto ontzettend belangrijk. Een batterij veroudert altijd, altijd wel een paar procent. Maar afhankelijk van het onderhoud aan de auto, het onderhoud aan het batterijpakket, veroudert die meer of minder. Ja, dus bij het kopen van een gebruikte elektrische auto wil je graag de status van het batterijpakket op dat moment kennen. Ja, want als een elektrische auto wordt afgeleverd door de fabriek, dan is de batterij, de accu, die is 100%, die heeft 100% capaciteit. En dat neemt dan een klein beetje af in de loop der tijd. Correct, ja. En na een jaar of 3, 4 wil je natuurlijk heel graag weten wat de status van dat batterijpakket op dat moment is. Zeker als jij die koopt als consument. Ja, en dan hebben jullie een rapport ontwikkeld en dat geeft exact aan, zowel voor het autobedrijf als voor de consument, wat de status is. Correct. Wij kunnen het batterijmanagement systeem uitlezen en kunnen dan, behalve de state of charge, de actuele lading van een batterijpakket, ook de state of health, de status van het batterijpakket, uitlezen. Valt eigenlijk best mee, hè, met die degradatie, hoor ik de laatste tijd. Het valt reuze mee, maar het is wel de grootste angst en dat snap ik ook, want het batterijpakket is wel het duurste onderdeel van een auto. Dus eigenlijk ontzorgt het de consument. Hij hoeft niet bang te zijn van, oh, dan koop ik een kostbare auto, maar hoe zit het met die accu? Ja, het geeft zekerheid voor de consument, maar ook voor het autobedrijf die zeg maar deze auto aan de klant aflevert. Die wil natuurlijk ook een tevreden klant hebben die nog jarenlang met plezier kan genieten van zijn auto. Ruud, wie kunnen allemaal bij Edge Mobility terecht? Bij Edge Mobility aangesloten autobedrijven kan elke rijder met een elektrische auto terecht. Zowel een lease-rijder, private lease of een particulier.